Een crew van productiehuis De Mensen draaide vandaag in maatwerkbedrijf Amival voor een nieuwe Vlaamse fictiereeks voor één. Tijdgat Chocolat. Het unieke aan de reeks is dat het merendeel van de acteurs uit theatergezelschap Stap komt. De acteurs met een beperking kleuren samen met beroepsacteurs als Wim Obroek en Els Dottermans de hele reeks. Tijdgat Chocolat is een roadmovie en liefdesverhaal over een groep inpakkers van een fictief Vlaams chocoladebedrijf. Het merendeel van de opnames gebeurt in de Kempen met Kempense acteurs. Vandaag wordt daar de scène opgenomen waarin de CEO, Roman Tijdgat, die gespeeld wordt door Wim Obroek, een komend karaoke-event aankondigt en waarbij iedereen een nummer mag kiezen. Ja, het klinkt zijn natuurlijk ook charmeurs, hè. Dat moet erbij gezegd worden, maar het zijn vooral gewoon hele goede acteurs. En je voelt dat we gaan voor een kwaliteit die perfect vergelijkbaar is met elke andere fictiereeks. Qua camerawerk, qua omkadering, is de lat heel hoog gelegd? Het moeilijkste wat er is, dat ik eigenlijk een agressieve man ben, dat ik de jappen tegen de muurplek. En daar. In tekst zeg ik, want in tekst ben ik een sterke jongen en een peperkoeken haartje. In de serie wordt Jasper verliefd op een van de inpaksters met Kosovaarse roots. Wanneer die wordt uitgewezen naar haar land van herkomst, reizen haar vrienden met de dolverliefde Jasper op kop haar achterna. Tina wordt uitgewezen en ik ben heel, heel, heel liefdesverdriet. En ik ben een beetje. Helle jongen, zo gezegd. De rollen zijn door de regisseurs geschreven op het lijf van acteurs. Jelle Palmaert, ze weten bijvoorbeeld dat hij altijd zegt, ja, ik ben al 4 of 5 keer gedumpt door een meisje, ik begin er niet meer aan relaties. Ik stort mij op de muziek. En Jasper Vloemans, ons personage, we hebben dat voor hem ook geschreven. Dus Jasper Vloemans is ook al 4 of 5 keer gedumpt door een meisje en wil leven voor de kunst. De VRT was meteen razend enthousiast toen de regisseurs hun idee gingen voorstellen nog voor de eerste scène was opgenomen. Ik denk dat het enthousiasme over het verhaal en de warmte van het verhaal en het feit dat mensen daar wel eens deugd aan kunnen hebben om een feel-good verhaal, dat de eerste reactie is geworden. Misschien dat men achteraf misschien zei van oei, die van nog niet gemakkelijk krijgen, maar dat was eigenlijk wel topvertrouwen.